Welkom bij weer een gratis online gitaarles. Wat ik je nu liet horen heet ook wel jeu interdit of romance. En we gaan in een aantal lessen gaan we proberen dit stuk zo te kunnen spelen zoals ik het nu heb laten horen. In ieder geval kan je in een korte tijd al zeker op de helft van dit stuk komen. Zolang we geen berets hoeven te pakken is het eigenlijk goed te doen, want we gaan een aantal dingen combineren die we al geleerd hebben. Bijvoorbeeld, we gaan tokkelen, een arpeggio. We gaan met links gaan we wat verschillende dingen pakken op de gitaar, zeg maar de verschillende hokjes. En dan zul je zien dat als je dat redelijk goed oefent, dat je heel snel dit zou moeten kunnen spelen. Wat we hiervoor gebruiken of kunnen gebruiken is tablatuur of het notenschrift. Kan je notenschrift, dan raad ik dat aan. Kan je dat niet en heb je ook niet zo heel veel behoefte om het notenschrift te leren, dan kan je daar redelijk goed mee overweg met tablatuur. Ik ga nu zo meteen inzoomen en dan ga ik laten zien wat je precies moet doen voor het, zeg maar, de melodie van dit stuk. Voor het ingezoomde gedeelte laat ik je precies zien waar de vingers gezet moeten worden. Als het goed is weet je al wat tablatuur is. Voor het eerste gedeelte spelen we alleen op de onderste snaar. Daar zul je wat getalletjes zien staan. En we beginnen in het zevende vakje. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Het zevende vakje. Dan staat er 7, 7, 7. Dat is dit. Dan 7, 5, 3. 7, 5, 3. En bij elk getalletje die ik speel, dan sla ik zeg maar de snaar hier, de eerste snaar aan. Nog een keer. Dan staat 7, 7, 7. 7, 5, 3. Dat klinkt dan achter elkaar. Dan staat er 3, 2, 0. 0 is de losse snaar aanslaan. Kijk maar, de losse snaar aanslaan. Helemaal vanaf het begin is dat als volgt. 7, 7, 7, 7, 5, 3, 3, 2, 0. Dan 0, 3, 7. En dan 12, 12, 12. Tot zover doen we het eerst. 12 is de fret die zeg maar tegen de gitaar aan zit. Vanaf het begin nog een keertje. En je hebt gemerkt dat ik elke keer steeds drie noten tegelijk doe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat is namelijk het ritme waar je hem in gaat spelen. We beginnen bij het zevende vakje. 1. En dan vertel ik de hokjes erbij. 7, 7, 7, 7, 5, 3, 3, 2, 0, 0, 3, 7, 12, 12, 12. Oké, zorg dat je dit gedeelte eerst goed oefent. En op het moment dat je dat goed geoefend hebt, dan zul je zien dat het gedeelte helemaal precies in je hoofd hebt, de melodie, dat als we een stapje verder gaan, dat dat heel makkelijk te combineren is. Ik zal nog één keertje spelen, dan kan je meedoen. Ik tel drie vooraf en dan beginnen we. 1, 2, 3.